Een enorme mensenmassa. Bedelaars. Smerig. Een compleet gekkenhuis. Dat zijn trefwoorden waarmee India vaak wordt getypeerd. Ze maken dat we niet erg uitzien naar de eerste week van de reis over de as van Azië die in India begint. Al tijdens de eerste kennismaking met de hoofdstad Delhi blijkt dat alle typeringen kloppen. En toch zijn we vanaf het eerste moment ook gefascineerd door dit land. India is een bonte mengeling van bevolkingsgroepen met verschillende godsdiensten. Hier bezoeken we een tempel van de Sikhs. Naast de tempel is een gaarkeuken waar maaltijden worden bereid voor de minder bedeelde. De Jama Masjid is de grootste moskee van India. Hij werd gebouwd in het begin van de 17e eeuw en biedt plaats aan ruim 25.000 gelovige moslims. Vanaf een van de 40 meter hoge minaretten heb je een prachtig uitzicht over Delhi. Vergeleken met Old Delhi is New Delhi een oase van rust. Hier vind je de regeringsgebouwen en ambassades. Een paar kilometer buiten Delhi staat de hoogste toren van India, de Qutub Minar. Wie erin slaagt een ijzeren zuil op het complex ruggelings te omarmen, mag een wens doen. Vanuit Delhi vertrekken we per trein naar Agra. De reis duurt ongeveer 3 uur. Agra, de plaats met het mooiste bouwwerk op aarde, de Taj Mahal. Dit Mogol bouwwerk wordt terecht gerekend tot de 7 moderne wereldwonderen en doet de piramides van Gizeh, de Eiffeltoren en de Chinese muur verbleken tot architectonische amateurontwerpen. De Taj is niet alleen visueel van een uitzonderlijke pracht. Ook de ontroerende geschiedenis rond de bouw van dit praalgraf heeft bijgedragen aan zijn wereldwijde mythevorming. Grootmogol Shah Jahan was getrouwd met de beeldschone Mumtaz Mahal. In 1629 overleed deze droomprinses bij de bevalling van haar 15e kind. Shah Jahan was zo bedroefd dat hij besloot voor haar het mooiste praalgraf uit de wereldgeschiedenis op te trekken. Architecten uit Perzië, Frankrijk en Italië ontwierpen het en in 1631 begon een ploeg van 22.000 bouwvakkers met de bouw die 22 jaar zou duren. Kort nadat het gebouw was voltooid, werd Shah Jahan afgezet door zijn zoon Aurangzeb, die Pa voor de rest van zijn leven liet opsluiten in het fort van Agra. Als wij dit fort bezoeken,
realiseren we ons dat de Sja vanuit zijn cel het graf van zijn geliefde kon zien liggen. Per Rikscha laten we ons naar de Kinari Bazaar vervoeren. Net als in Old Delhi voelen we ons hier als figuranten in een film van Fellini. Minder imposant dan de Taj Mahal, maar toch zeker de moeite van een bezoek waard, is het praalgraf van Shah Jahan's schoonvader, een Persische grootvizier. Deze baby Taj Mahal ligt aan de overzijde van de Yamuna rivier. Per nachttrein reizen we van Agra naar Varanasi. Varanasi, het vroegere Benares, ligt aan de heilige rivier de Ganges en is een van de kleurrijkste hindoeïstische bedevaartoorden van India. De attractie van Varanasi zijn meer dan 100 ghats. Bij deze terrasvormige trappen komen 's ochtends vroeg en in de namiddag pelgrims een ritueel bad nemen. Hindoes zijn ervan overtuigd dat een bad in de Ganges de kans op reïncarnatie bevordert. En als er ook nog lijk wordt verbrand in Varanasi, dan mag je zeker rekenen op een leven na dit leven. Behalve enkele hindoe-tempels zijn er niet veel andere bezienswaardigheden in Varanasi. Maar net als in andere steden in India valt hier op elk moment van de dag op straat veel te zien.